Op dit moment volgen 44 studenten een studie bij onze IT Academy. Dat zijn 35 studenten die op jonge leeftijd na het VMBO, na de MAVO, in sommige gevallen naar de HAVO, naar onze school gekomen zijn om, en dat is 2 jaar geleden begonnen, hun opleiding te starten. Het grote voordeel van studeren op Bonaire is dat het onderwijs hier heel persoonlijk en kleinschalig is. De lessen worden gegeven in het Nederlands en voor een deel ook is het Engelstalig. Maar je kunt je voorstellen dat het af en toe fijn is dat je in je eigen taal even kunt praten met docenten die jou begrijpen. Als je studeert op Bonaire bij het MBO, dan is het ook een stuk goedkoper. Want als je naar Nederland gaat, dan moet je collegegeld betalen. En dat is bij ons niet het geval. Bij ons betaal je alleen boeken. De programma's, de examens die wij hier in Kralendijk gebruiken, zijn precies dezelfde als in Den Haag. Hoe geweldig is dat? Er kan steeds meer. De burgers willen steeds meer, bedrijven willen steeds meer, bezoekers willen steeds meer. En dus hebben de Rijksdiensten van SCN steeds meer IT en IT-ondersteuning nodig om eraan te voldoen. En SSOCN heeft erom in 2018-2019 een onderzoek laten doen naar de verwachte ontwikkelingen. En één initiatief dat daaruit is voortgekomen is het idee om te helpen hier een IT Academy op te richten. Hele betrokken, goed opgeleide en ervaren medewerkers van SSOCN geven ook les op de IT Academy. En dat doen ze met heel veel plezier. Ze stellen hun eigen kennis die ze in de afgelopen jaren hebben opgebouwd ter beschikking om te helpen de jongeren voor te bereiden op een baan in de IT. De Classroom of the Future is niet alleen een lokaal in het of de lokale in de IT Academy, maar elk bedrijf, elk ondernemer, elke docent is hiermee verbonden met elkaar om kennis uit te delen. ICT is overal en samen werken we aan goed opgeleide vakmensen, vakmensen die wendbaar zijn en vakmensen die blijven uitwisselen met hun vakgenoten. En zo zorgen we niet alleen maar voor ICT, maar zorgen we ook voor inwoners van de future. En feitelijk doen we dat vanuit Cisco op twee dimensies, via twee dimensies. De eerste is inderdaad een IT-school. Wij leveren vanuit Cisco wereldwijd het Networking Academy Program. En dat programma houdt zoveel in dat wij state-of-the-art courses, remote, die 24/7 online zijn, over de hele wereld aanbieden. En hier is het nu gerealiseerd. Dus laat techniek niet de hoofdmoot zijn, maar laat het ondersteunend zijn aan een facilitair proces wat hier door de collega's allemaal op een fantastische manier is ingericht met elkaar. Dus het is onderwijsvisie, het is passie van mensen, het is techniek en daarmee realiseren we echt sociale en economische impact. Daar zijn we heel blij mee en daar wil ik jullie allemaal voor bedanken.